die onder de lat gaat staan. En dus is het Nieuwkoop die begint met het nemen van strafschoppen tegen THVV. Om gezamenlijk te beslissen wie hier de winst gaat halen van dit toernooi, deze finale. Bart Vis gaat onder de lat. Roland Kooijman namens Nieuwkoop is de eerste strafschoppennemer. De bal wordt nog even beroerd door Vis. Geeft hem dan vriendschappelijk aan Roland Kooijman. Nou, daar zal een gedachte achter zitten wellicht. De Kooijman mag opnieuw de bal op de stip gaan leggen. De scheidsrechter heeft op zijn boekhouding heel zicht. Weer even. Zo, klaar. En dat wil ik dan maar te noteren. Kooijman die de bal neerlegt op de 11 meter. En de finale einde zoals het toernooi dat eigenlijk graag wil. Deze serie. Penalties. Staat klaar. Aanloop van Kooijman. Om te beslissen wie nummer 1 wordt. Die. Nu dan komt. Nieuwkoop neemt eerst. Aanloop van Kooijman. En is het daar. Gestopt. Die bal door Bart Visser. Kooijman die de eerste mogelijkheid om de score te openen laat liggen. Dus is het in de eerste de beste gelegenheid al de kans voor THVV om de voorsprong te pakken. Met nummer 3 is het Tim Slingerland die het moet gaan doen voor THVV. Van den Bergen staat op de lijn. Die geconcentreerd kijkt hoe de eerste aanloop wordt genomen. Kajal van de scheidsrechter laat nog even op zich wachten. Bart Vis staat nu ook op de goede plek. De aanloop komt en daar wordt de bal uitgestoken van den Bergen. Oh, die is gestopt. Nou houden we de spanning erin. En met de luiterstand van 0-0 gaan we naar de tweede ronde. En aan de vierkant is het dan Twan Bakker die de strafschop zal gaan nemen. Bart Vis legt voor Twan Bakker de bal maar op de 16 meter. Op de 11 meter zit Nee, heerlijk vriendschappelijke gebaar om die bal maar te overhandigen. En dan Twan Bakker de gelegenheid te geven om die bal op zijn eigen manier op die stip te leggen. Met het linkerbeen lijkt daar geschopt te worden. Of is het maar een schijnbeweging? Scheidsrechter geeft weer het fluitsignaal. De aanloop komt. Vis staat klaar. Bakker schiet de bal. Onberispelijk wil ik niet zeggen. Maar wel zorgt hij voor de score voor Nieuwkoop. En dus de 1 tegen 0. En de gelijkmakende beurt voor TVV komt eraan met nummer 6. De Konings. En nummer 8 is dat. Die gaat schieten. Mitchell van Dijk. Ook de doelpunten maken bij 1 tegen 0 in de reguliere speeltijd. Zal men ook nu niet willen missen. Zijn aanloop komt. Ook weer met het rechterbeen schiet die bal goed in de rechterhoek. En die vanzelf naar links gaat. En dus hebben we een 1 tegen 1 stand. Gelijkmakende beurt, de derde speelbeurt. Ties Meijer, aanvoerder van Nieuwkoop. Hij zal zijn strafschop ook gaan nemen. Bart Vis heeft wederom dat vriendschappelijke gebaar. Al lijkt er nu wat meer venijn in het aangeven van de bal te zitten. De bal ligt op de stip. De aanloop komt van Ties Meijer. Het fluitsignaal inmiddels al geklonken. Komt die bal met de rechterbeen. Daar zat Vis goed bij. Maar die bal gaat toch in de touwen. En dus pakt Nieuwkoop de voorsprong. Tegen 1. Maar de derde, dus de gelijkmakende beurt voor THVV, nog aanstaande is. Dat is dan wel de nummer 6, dat is Giel Konings, die op zijn beurt de strafschop mag gaan nemen. Marco van den Bergen zet zich op de lijn, bemoeit zich totaal niet met de bal en de speler op, zoals Bart Vis dat doet, maar staat nu wel klaar om die strafschop te keren en zit daar volledig. En zo komt THVV weer langs. Van het linkerbeen geschoten in de rechterhoek en dus gelijkmakend daar de bal, de strafschop van Giel Konings. 2 tegen 2 is de stand. Dan gaan we naar de vierde ronde, waar namens Nieuwkoop, Sven Nieuwenhuizen, de strafschop zal gaan nemen. De bal inmiddels neergelegd. En dan is het Bart Vis, de doelman van TVV, die dan maar even controleert of hij dan wel bij de lat komt. Dan de bal dan wel laat liggen nu. Dan zijn Bart Vis en Sven Nieuwenhuizen misschien geen bekenden van elkaar. Geen vriendjes of wat het dan ook zijn. En Sven Nieuwenhuizen moet zelf die bal gaan ophalen en moet gaan aanlopen. Heeft de bal ook neergelegd. Fluitsignaal komt, linkerbeen daar de bal en daar is het dus stop. Van Bart Vis ging goed naar zijn rechterhoek en in de rechterhoek weet hij dan de bal te keren. En zo opnieuw een misser voor Nieuwkoop. En dus is het nu de kans voor THVV om de voorsprong te pakken in de vierde beurt. Kunnen ze er met 3 treffers komen. En dan is straks de laatste beurt van Nieuwkoop heel erg belangrijk. Het is De Bruin die daar de strafschop gaat nemen. De vierde van THVV. Als hij hem maakt, dan hebben ze weer een voorsprongetje genomen. En zullen ze die beker bijna kunnen omarmen. De aanloop komt en die bal zit er keurig met de zin. Gaat via de staande achterin langs dus zeg maar de achterste paal. Keihard weer uit de goal. Maar goed, hij telt. En dus is hier de stand in het voordeel van THVV. Na 4 speelronden. Dat kon ik niet zien. Hij zat tegen 3. Dus,
vijfde beurt. Gabi Cornelissen mag hier niet missen. Want anders is het gedaan. En is het TRVV die de beker mag gaan meenemen. Gabi Cornelissen met zijn aanloop. Wat nerveus. Bart Vis op de doellijn. Moet die bal kunnen pakken, denkt hij bij zichzelf. Maar nee hoor, feilloos ingeschoten door Gabi Cornelissen. En dus komt Nieuwkoop met vijf beurten op drie strafschoppen. En is het TRVV die de vijfde beurt de vierde strafschop zou kunnen gaan nemen. En dus dan de winnaar gaat worden. Las van der Peil. Zijn schouders rust deze verantwoordelijkheid. Zijn treffer levert de beker op voor TAVV. Van den Bergen staat klaar. Aanloop komt. Heel snel genomen. Daar gaat de bal in. De goal. En is het dus beslist. We gaan zo graag dadelijk over tot de prijsuitreiking hier voor de buurtkamer. Vier strafschoppen in. Tegen Nieuwkoop. Drie. Dus gaat de beker van Eigenaar wisselen. Komt de universele beker in de kast van de voetbalvereniging TAVV. En dat Nieuwkoop opnieuw gaan doen in het volgende seizoen om hem te heroveren. Zij moeten dus deze beker afstaan. Verliezen in de finale met strafschoppen van TAVV met 4 tegen 3. Goed hoor.